Vind je het al spannend? Ja, ik denk het wel als eerste keer, hè? Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Oké. Okay. Ja. Ga maar naar de camera. Je wordt al op de film gezet. Ben jij hulppiet? En jij dan? Ben jij ook een hulppiet? Ja. Oh, wat leuk. Wow, en jij hebt al wat uit te delen, zie ik. Klopt dat? Ben jij de trommelpiet? Nee, ja? Mag. Ja. Laat ze wat horen. Kan je het laten horen? Ben jij een hulppiet? Nee. Nee? Oh. Kijk, de hele kleine hulppiet. Moet je eens kijken. Wow. Nee. Ben ik Piet? Mijn ziekje. Maar zie. Wow. Vind je het leuk? Vind je het leuk? Als het ernaast komt? Spannend, hè? Vind je dat leuk? Vind je het leuk als Sinterklaas komt? Ja, hè? Zou die zo komen? Ja, hè? Hij weet het. Beetje spannend. Jij bent ook Zwarte Piet. Ja! Je bent bijna Zwarte Piet. Ja. Zien jullie er mooi uit allemaal, zeg. Zo. Ik denk dat Sinterklaas dat wel heel leuk zal vinden. Oh, je hebt de zak van Sinterklaas al bij je. Wow. Wat gaan jullie erin doen? Pepernoten. Dus je hoopt een heleboel pepernoten te vinden. Klopt dat? Ja. Of te krijgen bedoel ik? Ja. Wow. Kijk, er komt ook een Sinterklaas aan. Zie je dat? Kom een Sinterklaasje aan. Kom Sinterklaas. Dag meneer. Hey, daar heb ik jou, die Sinterklaas. Wie is die Sinterklaas? Piet. Wat? Kom even dichterbij. Piet, waar is iedereen? Ja, ze zouden hier om 10 uur zijn. Sinterklaas en de Pieten. Maar ze zijn gisteren heel druk geweest. Gisteren zijn ze pepernoot aan het bakken geweest. Bij bakkerij Spijkerboer. Heel erg druk. Aha, maar hoe laat is het eigenlijk dan als Sinterklaas hier om 10 uur moet zijn? Hé, hey, dit is een heel mooi apparaat. Hoe laat is het eigenlijk, Zwarte Piet? Het is nu al bijna 10:05. Dus ze moeten hier al lang zijn. Ze zijn veel te laat. Zouden ze zich beslapen hebben? Die slaappiet is wel vaak te laat. En jij hebt een wekker om en jij bent de wekkerpiet. En de wekkerpiet, die was op tijd. Maar waar is dat Sinterklaas? Nergens. Kom allemaal dicht bij ons. Ik denk dat we kunnen eerst samen een liedje zien over Sinterklaas. Denk ik. Als ze zich maar niet verslapen heeft. Als hij zich maar niet verslapen heeft. Nee. Want er is een hele speciale pietencamping. Want daar hebben ze geslapen vannacht. Want ze waren heel druk. Ze hebben heel veel pepernoten gebakken. En ze hebben marsepein gemaakt. Jongens, horen jullie dit liedje? Ja! Sinterklaas! Van die beste steeds. Ben in het snoezig jurkje, kant en klaar. Kaarsen, bang en de binnen,
vaak op tijd. Kerst op tijd, kerst op tijd. Hij komt zien de hele wereld in. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, het is zo'n baas. Goed hoor. Dat ging goed zeg. Oké, daar gaan we met z'n allen. 1, 2, 3. Sinterklaas! Want volgens mij kan dat nog veel harder. Dat was niet hard genoeg. Oké, we gaan even meeschreeuwen in de microfoon. Bij 3 gaan we weer heel hard Sinterklaas roepen. 1, 2, 3. Sinterklaas! Ja, ik kan niet zeggen dat het niet hard genoeg is. Jongen, wat kunnen jullie hard schreeuwen, zeg? Ziegens komt best onder uit Spanje weer uit. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje, hij denkt op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Kijk eens, daar is Sinterklaas. Goed man, help me, help me. Dat is een hele... Kom maar Sinterklaas. Weet je weer een beetje wakker? Zo, wat is er groot geworden? Pizza? Waar zijn die pieten dan? Het is maar één piet. We missen heel veel pieten jongens. Waar zijn al die pieten dan? Jullie hebben ook mooie zwarte bolletjes, wat prachtig. Oh, wat aardig van jou. Eva, dankjewel hoor. Dat is een dikke envelop nog. Nou, die zullen we zeker gaan bekijken. Ah, wat mooi dat jij erop. Je hebt zo'n mooie meid erop, hè. Ja, daar sta ik al heel erg mooi. Fantastisch. Nou, kom maar, ik vind het zo leuk hier. Nou, zoals jullie zien, is eindelijk Sinterklaas wakker geworden. We gaan nu naar de Pietencamping om de andere Pieten ook wakker te maken. Want die slapen nog steeds op de camping. Weet je wat, als we nu allemaal even op het grasveld komen staan, kunnen we het goed horen en dan staan we niet op de weg. Dat is veilig. Is dit een weiland? Nee. Is dit het voetbalveld? Nee. We zijn op de... Op de
de Pietercamping. En volgens mij liggen hier allemaal Pieten te slapen in die tent. Volgens mij, wekker Piet, moeten we ze even wakker maken. We gaan even roepen met z'n allen. 3, 2, 1, slapen! Nog een keer. 3, 2, 1, wekker Piet! Zouden ze eruit komen, Sinterklaas? Ik denk het niet. Nog een keer, jongens. Ze zijn niet wakker te krijgen. 3, 2, 1. Slaappiet! Geef naar de kleren van Slaappiet! Dat kan toch niet? Slaappiet, wat heeft u nog aan? Een pyjama. Maar het is toch Sinterklaasfeest? Dan kan je toch geen pyjama aan? Ja, maar ik ben zo druk geweest vannacht. Ja, maar Piet, dit kan toch niet? Jij gaat vanavond zonder eten om 6:30 naar bed. Nee! Want de Sinterklaas houdt niet van slaappieten. Eerst 6:30. Nou, dat lijkt me een heel goed idee, want ik vind het wel een beetje een rare Piet. Jullie dan? Ja! Een beetje gekke Piet. Maar gelukkig heeft hij wel pepernoten bij zich. Dus gelukkig... Alsjeblieft. Nog een pietje. Nou, wat leuk zeg. Fantastisch om hier te mogen zijn dat ik allemaal lieve kinderen en al die blije gezichten bevind. Ik geniet er enorm van. En wat is er dat te horen dan? Heb je een suggestie, Marieke? Ik ga dit vragen aan het publiek. En ga je nog eentje? Zoals altijd bewaar ik de tekeningen die jullie voor mij maken en ik hang ze boven mijn bed.